Yo mensen, Jipoep hier en ik weet niet goed wat zeggen. Ik zei in de vorige Antwerp video dat bij 100 likes ik nog een extra video zou posten en golle knalt dat op één dag. Nu, zo snel had ik dat niet verwacht, maar ik ben echt blij dat er zoveel enthousiasme is voor deze video's. Daarom heb ik dubbel zo hard gewerkt om jullie zo snel mogelijk deze extra video te geven van de Antwerp carrière. En dus vliegen we er opnieuw in met deze 5 tegenstanders op het schema. We beginnen thuis tegen Standaard. Die mannen hebben dezelfde punten als wij, dus dat is een wedstrijd dat we zeker niet mogen verliezen. Dan spelen we de laatste wedstrijd van oktober tegen Moes Kroen. En in november spelen we tegen Charleroi, Eupen en daarna opnieuw tegen Standaard. Dat is wel straf. Zoals gezien, we zijn nog volop spelers aan het trainen. Vandaag kon ik de Gendry een kans geven om zichzelf te tonen. En Jari krijgt ook een extra training, want die heeft toch de laatste paar matchen niet meer veel laten zien. En dan nu de opstelling tegen Standaard. De bekende 11. Nog altijd Jari links. Volgende keer komt Rodriguez terug. En Ardeïs is wat moe, dus krijgt Owusu nog eens een kans om aan te blinken. Een spannende match tegen rival Standaard. De nummer 4 tegen de nummer 5. En ik wil al geen stress geven. Maar als we deze match winnen, dan stonden wij gewoon van boven. Hè? Dan stonden wij fucking eerste. Dus joh, man, ik hoop dat je een goede onderbroek aan hebt, want het kan vettig worden. Nu, ik snap wel, een wedstrijd op Den Bosuil is niet gemakkelijk. En de ploegen durven niet voluit gaan. En het zag er ook niet uit dat er een bal de keeper ging bereiken. Want Standaard blokte echt alles af met een hele sterke muur. Zo sterk dat er eigenlijk weinig tot geen kansen waren na 45 minuten. Oh, kom. Welke match heb je gevolgd? 10 kansen voor Standaard. Ze hebben amper de bal gerokt. Ja, als je zoiets al een kans noemt, ja, hey, dan heb ik er 72ste. Hè? Maar het feit was nog steeds dat ik niet door die muur geraakte. Dus ik veranderde van formatie om toch iets meer kansen bij elkaar te rapen. En met succes, want het duurde niet lang of wat de prijs. Jatabari met een prachtige pas. En wie anders dan een Hermans knalt er eindelijk een voorbij de keeper. 1-0. De Joffrey wordt nog topscorer van België en dat is niet eens de spits. En dan was het ons beurt om een muurje te bouwen. Hè? Even 5 man van achter gezet. Standaard probeerde nog met een paar schoten van ver, maar tevergeefs. De Antwerp ging weer 3 punten lopen en stond voorlopig op kop in de competitie. Man van de match gaat deze keer naar Jatabari. Tegenwoordig heel productief, zowel in het middenveld als in de verdediging. En we gaan verder naar de volgende wedstrijd als leider tegen het klein dwergske Moes Kroen. Maar we moeten oppassen, want je weet, de Antwerp tegen lagere ploegen, dat is nooit simpel. En ik was dus niet ontzwensen. De Joffrey zit al aan 6 doelpunten. Dat zijn er 2 minder dan de topscorer. God ervoor, manneke. Je zit een beest. Moes Kroen komt met een verrassende 4-2-2-2 formatie. En Antwerp met deze keer dikke 4 links. Want Rodriguez is nog altijd niet fit genoeg. En een eerste basisplaats voor Gendry. Limbombe al snel een eerste schot op doel. En hij werd al snel ook onze laatste. Want dat is het probleem als je van boven staat. Hè? Niemand wil tegen u spelen. Moes Kroen had geen enkele opening vrij. Zit keiveel druk op onze spelers. En ik moet al van ver proberen, want anders lukt het gewoon niet om eens een kans te krijgen. Het helpt natuurlijk wel als de tegenstander u onderuit trapt. Penalty en een kans om voor te komen. Waar is uw muur naaien? Oh ja, juist, er stond nog een keeper in. Nondetje. En dus de eerste helft eindigt opnieuw zonder doelpunten. Geweldig. En dus opnieuw, we proberen iets anders. En iets veranderen helpt meestal wel. We beginnen het de keeper wat moeilijk te maken. Eindelijk iets meer kansen voor de goal. Maar zelfs die kansen werden niet benut. Hoe was dat geen goal? Die keeper pakt alles. We bleven keihard aanvallen tot de 90ste minuut. Toen zei een stemmetje in mijn kop. Oei, wat is deze? Deze is echt like een rotte vis in het gezicht krijgen wanneer je al een week niet hebt gegeten. Dat verdient toch niemand? Alsof het toch niet erg genoeg was. Dat alles werd geblokt. Geen enkele bal het doel bereikte. En anders de keeper elke bal kon redden. Kreeg hij in de 90ste minuut nog zoiets. Deze match was fucked up. En de zever blijft gaan, want deze kon er ook nog wel bij. Het bestuur vond het blijkbaar nodig om nog wat te mikkeren over de financiële groei van de club. We zijn net oktober voorbij en ik stond eerste met een ploeg die uit tweede klas kwam. Maar Golle vond het de moeite om toch even te melden over mijn financiële doelstelling. Zit ik ondermee aan het zwenzen? Nu, het bestuur is natuurlijk baas, dus ik heb de winstmarges eens nader bekeken. En het lijkt inderdaad wel dat de club momenteel geen winst maakt. Ook al komt er wel deftig wat geld binnen, geven we blijkbaar
nog meer geld uit. Waarvan een groot deel ligt aan de spelersalarissen. We zitten uiteraard met een grote kern waarvan sommige spelers op de bank zitten met een hoog salaris. Wat het bestuur dus eigenlijk wil zeggen, om financieel te groeien, moeten we een paar dure spelers die geen speeltijd krijgen, laten gaan. Harde keuzes zullen moeten gemaakt worden, maar die beslissing zullen we verder bekijken in januari. Voor nu gaan we gewoon verder naar de volgende match tegen Charleroi. Rodriguez eindelijk terug in de basis, kan hij misschien voor dat beetje extra zorgen, kunnen we eindelijk nog eens een deftige match spelen en scoren. Oh, deze is toch om een noezel van te worden, hè? Zit dan aan je af! Wat voor s*** is deze, godverdomme! Ik kan u één voorbeeld geven van de eerste helft. Even serieus, wat is dat? Als je nou even stil bent en je oor ligt op je speaker, dan kun je het misschien heel zachtjes horen. Hoort goed. Ik heb er momenteel gewoon geen oplossing voor. We spelen niet slecht, er is gewoon geen manier om er door te geraken. En wanneer je dan die ene kans krijgt, dan is dat op de keeper. Come on! Echt, ik ga dit gewoon even afspelen. Ik heb er geen commentaar op. Al wat ik kan zeggen, is dat gewoon niet lukt. De Antwerp zit vast en heeft een probleem om te scoren. Zo simpel is het. Een ploeg begint pas echt te voetballen als ze een goal tegenkrijgen. Maar daarvoor moet ik wel eerst ene kunnen scoren zonder zelf een counter tegen te krijgen. Zelfs zonder een goal of een assist, man van de match is deze keer opnieuw Yatabare. En dan de vierde wedstrijd, Antwerp op bezoek bij Eupen. De ploeg die zorgde dat we 2 jaar geleden niet promoveerden. Dus we dragen wel een kleine haal tegenover die mannen. Maar na zijn we terug en we zijn uit op wraak. We denken even niet aan de vorige wedstrijden en vandaag spelen we 90 minuten met vuur in ons hart. Maar ook Eupen zal het ons niet gemakkelijk maken. Die willen een punt van ons pikken, maar dat gaan wij niet laten gebeuren. Dikke V, een pas naar Haroon. Legt hem dan af voor Yatabare, met de ruimte, met het schot en met de goal. Halleluja. Ja, oh, kun je het geloven, we hebben nog eens gescoord. En als eerste, opnieuw Yatabare. De laatste paar wedstrijden worden geen goede resultaten, maar deze keer blijft wel elke keer alles geven voor de ploeg. 0-1 voor de Antwerp. En dan, Corijn Wirral, met een prachtige onderschepping. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Oei, maar dan weer al een slechte pas. Eupen probeert ervan te profiteren. Maar hier is ons bolletje. Eupen is nog niet klaar. Antwerp een beetje in paniek. Houdt ze tegen. Die loopt daar gewoon door. En oh, deze meende jij niet. En opnieuw met zo'n afgelegde bal. Wie laat zijn man door nu lopen? Allee, het was even terug goed, maar we kunnen al opnieuw van nul beginnen. Maar wij zijn Antwerp. We houden onze kop hoog. Een afgelegde bal voor Haroon. Op de bal, nee, come on! Maar we geven niet op. Hermans, naar Ardaïs. Enkel de keeper nog. Oh nee, het is offside. Ik voel het. Het mag weer gewoon niet, hè. Geven we deze nu echt op de hand? Antwerpen blijft aanvallen. Hermans ziet daar iemand lopen. Wie doet daar een sprintje? Het is Rodriguez. Helemaal fit. Doet hem het? Ja, hij doet het. Welkom terug, Rodriguez. Deze stond gewoon dat we kwaliteit misten om zulke matchen te winnen. Come on, you Reds. Maar hier is Eupen weer al. Dreigend door de goal. Deze is niet goed. Oh, wat verdedigt Bollet. Wees een held. Oh, what the fuck. Oh, geef die kerel een standbeeld. Vlug. We moeten het afmaken. Een counter van Antwerpen. Dikke V. Wat gaat hem doen? Ligt hem een af. Ardaïs. Ja, dat is een wereldgoal. Het is gebeurd. 1-3. Deze matchje is in onze zak. Hij doet het opnieuw. De jonge pannenkoek mokt het helemaal af. Maar even ademen. Zeg, deze was toch een hevig matchje, hè? Oh, kan Antwerpen er nog eentje baan doen met deze counter? Oh, dat is geen fantastische pas. Maar Ardaïs reageert snel en vlamt in opnieuw in doel. 1-4. Heeft er iemand een nummer water? Want de Antwerp is on fire. En het einde van de match is gefloten. Al die frustratie eruit en omgezet in goals. 1-4 voor de Antwerp. De hele ploeg was fantastisch. Het was niet gemakkelijk, maar we bleven vechten en dat is belangrijk. En man van de match opnieuw Yatabare. En weet, als je 2 keer achter elkaar man van de match staat, dan is het niet meer dan normaal dat je speler van de maand wordt genoemd. Zo simpel is dat. Proficiat. Wat mij wel doet denken, Yatabare is natuurlijk wel uitgeleend aan ons door Werder Bremen. Hopelijk kunnen we hem ook vastleggen voor volgend seizoen. Want we gaan hem nog nodig hebben. De competitie is nog lang niet gedaan en onze moeilijkste matchen komen er nog aan. Zoals deze heermatch tegen Standaard. Zijn we terug vertrokken of vallen we opnieuw in pan? We zullen zien.
En hier zijn we dan, dames en heren, de wraak van Standaard. Het waren een moeilijke paar matchen eigenlijk, hè. Oké, what the hell? Ah, is er niet eens enige geblesseerd? Die komt op het veld en net zoiets van, ja, nee, time out. Ik kan er niet meer tegen. Dus wat was ik aan het zeggen? Het waren een moeilijke paar matchen eigenlijk. Eerst zo 1-0 maar winnen. Oké. Ze hebben dan al twee keren niet kunnen scoren. Echt er gewoon niet door geraken. Kijk wel kansen, maar ja, echt gewoon alles dichtgooien. En ik raakte er gewoon niet door. En dan kreeg ik nog zo'n laatste minuut goal tegen. Waar ik helemaal zot. En onze spelers beginnen een beetje moe te worden. En what the fuck was dat? We hebben eindelijk een kloof gemaakt van 4 punten. Dus we zitten al in de top 3. Dat is al iets. We kunnen deze match verliezen. Het liefst gewoon gelijk. Zou ik ook al goed vinden. Owuzu. Ah, zie. Trouw, hij is het toch niet meer. In het begin was hij goed bezig. Maar daarna een beetje aan het afzwakken. Tegenover de Yatabara. Die speelt de bannen van tech, die gast. Echt. Man van de match, no man van de match, die kerel. Maar ik denk dat ik na deze paar matchen toch al weet welke plaatsen dat ik in januari toch wel wil versterken. Ja. Gewoon vandaar, hè. Oh, dat had anders heel goed geweest. Ja, dat dacht ik wel. Dat zo'n kutbalkje ging zijn. Oh, oké. Okay. De eerste helft wordt weer een heel saaie 0-0 met geen enkel aanval. En dan terug. Dat het... Oh, het duurt veel te lang, hè. Ja, het is zoals verwacht, hè. Veel balbezit, maar gewoon geen kansen. Eentje, maar... Het zal geen vette zijn geweest. Nee, zelfs nog niet van in de 16. Normaal gezien zou ik van formatie veranderen. Dat heeft de laatste paar wedstrijden wel geholpen, maar... Ik kon het gewoon nu zo laten, want ja, ik speel het liever op safe dan 3 punten te verliezen en Standaard dichterbij te zien komen. Alles wat we hopen op een iets interessantere tweede helft. Kom op. Maar die mannen halen mij altijd in, hè. Dat is zot. Zie, hup. Dikke fout. Hup, Hermans. Opzij. Maar zie, dat telt dan niet als schot op doel, hè. Met die mannen dat continu blokken. Voilà, ik altijd hup en dan in één keer. Dat is dan ineens nog daar niet gevraagd, maar kom. Klein voorzetje. Nee. Ik ga er gewoon niet door. Oké, mijn vriendje valt gewoon random. Nee. Oh, Yatabara. Die las dat, hè. Rapper, pak die motor sneller aan. Trouw, een moefel. Heeft hij nou echt al 1 deftig shot gehad? Zo? Nee, geen enkel shot op doel. Geen enkel. Rot hem eraf, jong. Fuck it. Changé. Hier al wat. Nee. Oh, het is ongelooflijk dat je niet op side staat. Niet meer gefocust, enkel voor je bal weg te krijgen en dan krijg je zoiets. Allee. Zie, allee! Hoe krupt je er zo tussen? Hoe dat ik juist gewisseld heb, want. Ultra-aanvallend. Gewoon ultra-aanvallend, mannen, want. Anders zie ik hier echt niks gebeuren. Ik heb nog geen enkel deftige kans. Altijd, als ik probeer een pas te geven, dan is het... Allee mannen, kun je gaan serieus niet kunnen koppen? Jody. Astranus, denk ik niet content met dit. Zie wat voor mini fucking pasjes zijn dan. En dan kan ik dat zo justjes houden. Come on mannen, oh, dat is elke keer, hè. Je hebt 1 goal tegen en allee, ze doen niks niet meer. Come on! De bar met de voorzet! Niks, hè. Echt zielig. 1 goal achterstaan, het niks. 1 goal door ineens. Dan heb je allemaal geen goesting meer. Ik zweer het, jongen, in januari gaan er hier nog koppen vallen, hè. Serieus, al wat wij moesten doen, was gewoon een punt pakken. Een punt en ik was content, maar zelfs dat kunnen wij niet. Ja, ik ben echt teleurgesteld. Deze had geen moeilijke match moeten zijn. Gewoon een punt pakken op Standaard en we zaten goed. Maar nee, we verliezen weer met 1 stomme goal en we laten Standaard dichterbij komen. We gaan hier toch nog wat kwaliteit moeten binnenhalen voordat we echt een topploeg kunnen zijn. Het zijn moeilijke dagen op de Antwerp, jammer, maar Ardaïs heeft vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. We gaan vechten voor play-off 1, we moeten positief blijven denken. Volgende keer spelen we voor de verandering 5 wedstrijden plus een bekerwedstrijd, waar we bij spelers kunnen uitproberen die nog niet veel speeltijd hebben gekregen. En dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat iedereen blij was met deze extra video. Laat zeker een like achter als je het leuk vond en meer wilt zien van de Antwerp carrière. Grote video's binnenkort, kijk er zeker naar uit. Beste mensen, zoals altijd, merci voor het kijken en nog een prettige dag.